zeer verkleumd allemaal. Ja, kwijt. Het valt best mee. Van harte welkom. Dat is weer een commentaar. Van harte welkom. Mooi dat je hier bent. Fantastisch om hier te zijn. Ja, dat is een mooi dat je bent. Tocht die we gaan maken. Nou ja, ik verheug. Zeer actief geweest bij het realiseren van historisch verantwoord. Zo, goed u weer te zien. Ja. Oh, daar gaat dus iemand zijn schoen verloren. Oh. Zullen we eens even helpen? Even helpen? Ja. Gebeurde die soldaten natuurlijk. Nou die andere. En waar hebben ze... We hebben daar ook een DVD. Mag ik tegen de gastheer zeggen, daar zit u heel veel dank voor deze fantastische uitnodiging. En een fantastische uitnodiging, klinkt het overdreven, zegt hij heeft toch wel eens meer een uitnodiging, dat kan ik niet ontkennen. Maar ik moet zeggen, waarom was dit fantastisch, want ik meen het oprecht, omdat hier verschillende onderwerpen vandaag bijeenkomen die me na aan het hart liggen. Een vraag was er. Even wachten. Goedemorgen. Ja, wat vond u van? Vindt u het een bijzonder inzicht? We zijn begonnen bij Fort Pinsen met het uitgraven van de grachten. En we zijn via de Linjeweg, hebben we de Linjegracht uitgegraven. Hebben we daar ook de verdedigingslinies teruggebracht. We hebben de moeraszone, de inundatiegebieden gemaakt. En we zijn nu uitgekomen bij de terre van Fort de Roveren als laatste. Wat eigenlijk vandaag of gisteren is afgerond met de werkzaamheden hier op het fort. We hebben het water teruggebracht in de grachten. Waar voorheen amper water te zien was, is nu een waterpeil van zo'n meter boven de bodem. En dat betekent dat het beeld hier helemaal veranderd is. We hebben voor het kunnen maken van deze verdedigingswallen bomen weggehaald. En dat is omdat deze wallen helemaal overgroeid waren door het groen de afgelopen 100 jaar. En vandaag hebben we de inspectietocht kunnen doen met de heer Van Vollenhoven. Wij hebben de heer Van Vollenhoven over de buitengracht laten varen. En hij heeft daar de inspectie gehouden, het gezien. Hij is door de binnengracht de terre van Fort de Roveren opgekomen. En we hebben datzelfde tochtje vanmiddag ook weer opnieuw gedaan met de kinderen. En zodat de kinderen die hier 3 jaar geleden waren met een huifkartocht en nog niet het water in de grachten konden zien, hebben we nu op hetzelfde punt waar ze gelopen hebben, hebben we nu met de boot door die grachten gevaren.